Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. En ik stond voor de spiegel en ik dacht, dit kan niet langer Enzo. Ik krijg alweer een beetje bakkenbaarden. En misschien hebben jullie ooit die vlog gezien dat mijn moeder met mijn scheerapparaat de bakkenbaarden probeerde af te halen. En dat het echt zwaar mislukte. En dat we op een gegeven moment alles maar eraf hadden gehaald. Ik vroeg aan Dee of ze dat wou doen. Maar daar dacht ze van, ik kan het nog erger dan je moeder. Dus ik dacht van, oké, fuck it, ik doe het zelf wel. Maar ik ga natuurlijk wel filmen. Dus ik ga proberen om dit stukje, tot en met hier zeg maar, dit even af te halen. Want ik ga straks naar DiviD. Voor de mensen die niet weten wat dat is het netwerk waar ik bij zit, DiviMove. Die heeft dus zeg maar een DiviD en dan duurt het van 2 tot 6. En dan daar gebeuren allemaal dingen. En daar neem ik jullie natuurlijk mee heen. Dus blijf vooral kijken, want het wordt gezellig. Maar nu eerst ga ik even... En er komen ook heel veel andere YouTubers. Alleen ik ga eerst even mijn bakkenbaarden scheren. Dus hopelijk gaat het lukken. Straks mislukt het en dan zie ik helemaal niet meer uit. Ah, hou je dan nog op van? Schud nee. Ja, oké, let's do this. Welkom en leuk dat je nog steeds kijkt. En ik ga mijn bakkenbaarden scheren en ik ga het gewoon doen in één jaar. Oh, bijna. In ieder geval, ik heb zo'n heel mooi dingetje dus. What the fuck? Oké, de hond. Ik heb zo'n heel mooi dingetje erop zitten. Als het goed is moet ik dus zeg maar, normaal doe ik het zo om bij te houden. Maar volgens mij ga ik elke keer een stukje naar onder. Dus dan gaat het steeds meer, weet je. Dan wordt het steeds langer. Film bumper heet, als je wil. Wat is er, Bump? Wat is er? Ik gaf een knipoog, zeg dat. Wat is er? Oké, Bump! Hey! Oké, let's go! Oké, tot ongeveer hier toch? Dat is mooi toch? Ja, als halverwege je oor. Halverwege mooi. Ja. Gaan we. Ja, nou moet je... Je kan niet meer terug. Nee, dat laatste stukje moet ook. Oh. Oh yeah. Zo goed? Dat is best netjes. Ja, dat is best netjes gedaan. Ja. Wat is er dan? Wat is er dan? Ik ga hem optillen, vindt hij niet leuk? Rustig, Bump. Rustig. Goed zo, rustig. Rustig. Zit. Goed zo. Poot. Andere. Oh. Ja, liefje. Ja. Kom. Ja, hij geeft zich over. Ja, oké dan. Is het klaar, Bump? Ging het? Oh. Kijk die pootjes. Oh. Oh, kijk je wat lief. Nou, we hebben bakken bij de scheren, want ik moet naar voetbal. Lekker, Bump. Ga de deur even voor hem open doen. Okay. Jammer, op slot. Oh, oh. Okay, we gaan een andere bakken bij het scheren. Let's go! Oké, de ene is wel gelukt, toch? Ja. Maar hij is een beetje scheef, vind je? Oh yeah. Goed gelukt? Geweldig. Oelala. Ik ben nu op DiviD en het is gezellig. Er zijn hier super veel YouTubers natuurlijk, dat is logisch. Want... Echt wel. Hey, hallo Harry. Hoi, ik ben er ook. Hij is er ook. Wie ben jij? Stel je even voor. Ik ben Harry Actie, ik maak filmpjes op YouTube. Ik maak eigenlijk meer prankvideo's en zo. Van, jij hebt ook wel eens prank. Ik heb ook prankvideo's. Waarom doen we niet een keer iets samen? Ah, moeten we doen, man. Oké, okay, hand erop. Deal. Oké, cool. We gaan een keer iets samen doen. Oké, ik ga mijn nummertje eindigen. Nou, doen we zo, hè. In ieder geval, ik ben dus op DiviD en het is gaaf. Het was dus zeg maar de bedoeling van DiviD dat alle YouTubers die bij DiviMove zitten op een vette locatie komen zoals deze. En gegevens gaan uitwisselen met elkaar. En dan met elkaar gaan samenwerken. En je leert natuurlijk mensen kennen. Heel veel YouTubers heb ik dan op Skype, maar nog nooit in het echt gesproken. En het is wel even vet om het gezicht achter die Skype-persoon of zo
in het echt te zien en in het echt even te spreken. Het is gaaf, we hebben net ook workshops gehad. Hier achter mij is nu wat gaande met een gitaar of zo. Het is wel kut weer. Maar ik heb er trouwens 2 uur over gedaan. Terwijl ik hier met een half uur kon zijn. Omdat er was dus een ongeluk gebeurd. 3 touringbussen waren op elkaar geknald of zo. Dus ik stond in de file. Hartstikke kut. Ik ga naar binnen, ik neem nog wel wat leuke dingen op en jullie zien het wel. Later. Ik ben Jorn en ik zit bij het team van Dagelijks AD. En ik ben lonely, so lonely. I am so lonely. I got nobody but my phone. And I'm a faggot, I'm a faggot. Oh, 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 komt heel swagger aanlopen. Er zijn dus ook mensen aanwezig van het team Dagelijks AD. En heel veel kennen het al. Voor de mensen die het niet kennen, Dagelijks AD is het, ik denk eigenlijk dat iedereen het wel kent. Maar dat is het gamekanaal van mijn broer Milan Knol. En natuurlijk hebben we ook een team van DAD. En dit is Jorn, Jorn Oli. En die heeft dus ook een eigen YouTube kanaal. En aangezien we toch in het band zijn van samenwerken, et cetera. En aangezien ik ook bij het team DAD zit, denk ik van, ik ga gewoon even een stukje met je opnemen en vertel wat jij doet. En dan zet ik jouw link in de beschrijving en als mensen het leuk genoeg vinden, dan check ze die shit. Want, ik moet even zeggen, Jorn Oli is een harde werker en die heeft super veel films opgenomen voor Dagelijks AD. En die doet echt zijn best om groot te worden. En ik vind dat hij het heel goed doet. Dus, en anders had ik dit ook niet gedaan. Dus vertel, dan krijg je 10 seconden. Het is kort, maar... Ja, dat gaan we doen. Mijn naam is Jorn, ik ben 17 jaar, ik maak films. Oké, klaar! Grapje, grapje, komt ie. Mijn naam is Jorn, ik maak ook gamevideo's. En dat doe ik eigenlijk op een leuke manier. Misschien kennen jullie mij van Dagelijks AD. En daar doe ik dus ook Pixel. Daar is ook eigenlijk waar ik bekend van ben geworden. Of nou, bekend, nog niet echt, maar aardig wat subs van hem. En dat is ook leuk. En dat kan je dus ook vinden van mijn kanaal. Echt gelopen, volgens mij een dikke troll hier. Nou, dat was het eigenlijk wel eens. Oké, cool. High five! Yo! We hebben hier money. More money. Yeah. Get bitches, get money. More money, more problems. Oh ja, dat was. Maar dit is de gast die achter het Kingdom niet zit. Ik ben ook een goblin. Voor goblin. Goblin. Spiegel. Doe het zo. Even denken dat ik hem moet denken. Dat moet ik gewoon doen. Je bent een rustig. Oké, awesome, we gaan verder. Ik ga heel even asociaal hier tussen staan. Sorry, maar dit is Bardo. Hoi. En Bardo die heeft niet zo zin om gefilmd te worden, want je bent hier. Altijd jongen. Alles goed Bardo? Ja, tuurlijk jongen. Met jou? Awesome, ja zeker. Ja. En ik moet even zeggen dat iedereen die hier is, was op tijd. Behalve mij. Box wat het is. Hey, bam. Waarom ben je te laat? Alice Banjo Power. Banjo Power. Inderdaad. Dat is eigenlijk moet dat een keer trending topic maken. Banjol Power. Ja, Banjol Power. Dat klinkt echt een slechte attractie. Gewoon Banjol. Hé, heb je ook Banjol? Ja, man. Maar dat klinkt inderdaad. Oké. Okay. Ja, mag ik er verder bij? Ja. Oké. Je was bezig met de Ezelsbruggetje. Ja. Wat ik wil zeggen is dat heel veel van mijn kijkers, en dat weet ik gewoon zeker, die kennen Bardo. Ik had een video samen met Bardo op Dagelijks AD, heb ik het net over gehad. En heel veel mensen die zeiden, oh Bardo, vet, awesome. En zo ga je ook een keer video met hem maken. Dus ik dacht, ik heb Bardo verder nog niet over gesproken. Maar hij moet wel ja zeggen als ik het zo film. Oh David man, ik kom er. Sorry. Nee, natuurlijk gaan we dat doen. Oké, okay, gaan we natuurlijk fixen. Dus ik met je camera. Godverdomme. Maar wat vind je ervan dat ik vlog? Ja, wat vind je van vloggen? Wat is jouw mening over vloggen? Ik wil niet lullig, helemaal niks lulligs, maar bijna iedereen die hier is, eerlijk, is gericht op gaming. Ik heb een gamekanaal. Maar dan zit er zo'n knolvlogger tussen. Wat vind je daarvan? Juist beter, ik ben ook geen gamer. Ik game, sterker nog,
ik heb dit jaar nu mijn eerste spel uitgespeeld, hè. En dat is Cookie Factory. Dat is een HTML spelletje. Google het. Cookie Factory. Goed spel. Ik ben geen gamer, dus ik waardeer vlogs. Ik wou bijna zeggen dat ik vlogs kijk, maar dat doe ik niet. Ja, maar dat is wel eerlijk, dat ben ik blij. Laat ik zo zeggen, ik vlog zelf ook. En ik, tuurlijk, je moet juist meegaan met die YouTuber in plaats van telkens twee op je zolderkamertje zitten. Inderdaad, en wat ik nou wil zeggen, dat is heel goed dat je dat zegt. Want ik heb wel eens gekeken naar jouw vlogs. En toen zag ik dat je voornamelijk zat je binnen te vloggen. Yeah. Maar, oh yeah, ik heb afgelopen week heb ik een vlog gezien waar die gewoon buiten over straat zat te vloggen. Ik heb een sociaal leven. Oh yeah, ik denk die gast komt ook gewoon nog buiten. Ik denk, oh yeah. Echt, het is wel leuk in een spookhuis. Als je wil zien, youtube.com/Bardo. Zeker. Zie je mijn spookhuis schillen als een poesie. Echt als een poesie. We waren lichtelijk aangeschoten. Doet hij altijd al, doet hij altijd. Oké, zijn link staat in de beschrijving. Bardo, high five. Ik spreek je dood. Awesome. En ik sta hier met een heel groot gamekanaal. Althans, ja, hoe moet ik het doen? Oh, dit is een ander, sorry. Fuck you. Ik wil zeggen dat ik sta hier naast een persoon die ook wel de meest awkward persoon van heel de YouTube-community wordt genoemd. Hij kijkt niet echt blij, maar het is Ronald. Kijk maar hoe awkward hij is. Awesome, Ronald. Ja, met jou. Awesome. Hey, vertel eens over het netwerk waar je zit. RPM. RPM, ik zit helemaal niet bij RPM. Hou je bek, joh. Okay. Mensen denken dat ik awkward ben, dat doe ik helemaal niet. Nee. Maar wat Digimon, wat vind je nou van deze dag? Ik vind het goed geregeld. Het is wat anders. Je ziet wel dat Digimon zich richt op de YouTubers. Dat, toen ik bij RPM zat, dat is toch op RPM. Van deze niet. Ze negeren ons. Ze reageren niet op onze mailings. Ja. Ze zijn gewoon scumbags. Maar het is, heb je al met mensen gepraat? Een beetje contacten, gegevens gewisseld? Want Joe Bonten is er ook, hè? Kennen jullie Joe Bonten allemaal? Kijk, hij staat daarachter. Kijk, even kijken, daar zo staat hij. Ik ga straks nog wel even naar hem toe, dat wordt awesome. Ik moest meer lachen. Ja, hij is grappig. Hij is fucking droog. Maakt niet uit wat hij doet, ook al eet hij een koekje moet je om lachen. Ja, we moesten net serieus ideeën verzinnen om een leuke community video te maken met gamen, YouTube of wat dan ook. Dus je ook rond survival tips. Maar ik was in slappe lachen. Ja, het was niet helemaal goed gelukt, maar het was wel grappig. Ja. In ieder geval, Ronald heeft dus een nieuw gamekanaal. Voor de mensen die het nog niet weten. En ik zag al heel veel YouTubers tweeten van Ronald heeft een nieuw gamekanaal. Ja, super vet om de gaming community zo te zien dat ze allemaal willen helpen. Want ik moet eerlijk zijn, wij hadden nog niet kunnen promoten op een gamekanaal. En we hebben gewoon meer dan 30.000 abonnees gekregen door andere YouTubers. Je stond zelfs in de top nog wat van de meest groeiende kanaal. Van... Ik stond in de top 10 van de hele wereld van het meest groeiende snelpunt. Net onder de Justin Bieber. Ja, hoe fucking vet is dat? Ik heb het gezien, want je had het getwitterd en ik had het gezien, super vet. In ieder geval, het heet eerst een gamekanaal, EGK, maar het heet nu het gameportaal. Ja, klopt. Dus zorg dat je abonneert op dat kanaal, link staat in de beschrijving. Ronald, super vet, ik vind hem super aardig. Jullie kunnen ook nog video's van mij en Enzo verwachten, dat kanaal, ook op Enzo Knol trouwens. Klopt, er komt samenwerking aan met Ronald. Ja. En we zouden dat al doen, maar daarvoor is deze dag ook dat we moeten het gewoon bevestigen. Ja. Thanks man, high five. Nee, dit is chill, hè? Dus, high five. High five. Oké, awesome. Yo. En ik sta hier met de beste twitteraar van het land. Oké, nu word jij de meest awkward person. Goed, houd eens lekker. Hallo, okay. Dit is Arjan, oftewel World of Tilia. Okay, wat is Lindeboom betekent? Wat zei je? Dat Lindeboom. 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 Oké, Lindeboom. Serieus, Oké. In ieder geval, het is heel gezellig. Arjan zat net bij mij in de groep. En er zaten wat mensen te ouwehoeren. Ja, en dan moest ik even optreden. Hè? Ja, moest ik even zeggen, jongens, even de klep dicht. Moest even weer een beetje op het stoel. Even zeggen, jongens, even opletten nou. Ik moet hier hartstikke hard mijn best doen. Maar we hadden wel een leuke workshop. En we moesten een beetje brainstormen met gamers, vloggers, knikkeraars, beautymeisjes. En survival gasten. En ja, allemaal mensen. Ja, en uiteindelijk zitten dus de gamers zeg maar dan weer heel erg op elkaar schoot. Dus dan moesten we echt een beetje samenwerken. Maar dat was wel heel leuk en interessant. Dat hebben we leuke ideeën bedacht. Ja, ja. Nee, wel, dat hebben we.
Nee. Ik vind het niet veel, maar oké. Okay. Nee, maar goed, het idee was leuk. Gewoon even een beetje brainstormen. Ja, precies. Ja, dat is het idee van Didi Move, waar we dus nu bij zitten vandaag. Het idee is dat je als YouTuber, als je groot wil worden, als YouTuber, dan is het heel belangrijk. Kijk, dus, daar hebben we de spin doctor in het verhaal. Als je groot wordt als YouTuber, is het gewoon heel belangrijk dat je andere YouTubers opzoekt om te kijken van wat kunnen we nou samen doen, wat kunnen we voor leuke dingen gaan doen. En door elkaar op te zoeken en ook soms verschillende dingen uit te proberen en nieuwe ideeën te krijgen, kunnen hele toffe dingen ontstaan. Zeker. Ik ga heel even kijken en hij staat hier achter, kom anders even rechts van mij staan. Dit is Eugen. Ik wil altijd het high five, dus ik zal het met jou ook wel doen. Hoe gaat het jou? Goed. Ja? Ja, het gaat goed. Ik heb eerder Eugen in een vlog gehad. Het was al een hele tijd geleden in Hollywood, inderdaad. Klopt. En toen heeft hij een beetje uitgelegd van wat voor netwerk DeepMove nou was. Vandaag is dus Deep Idee. Hoe vind je het gaan hier op deze dag? Ik vind het goed gaan. En vooral omdat er veel verschillende YouTubers aanwezig zijn. Dat is het leukste om ze aan elkaar te koppelen. Dus van vuurwerkkanaal tot kapperskanaal, tot voetbalkanaal, tot vlogging, gaming, beauty. Alles is aanwezig om dat samen bij te komen sterker. Klopt. En ik had een video gemaakt een tijdje geleden en die staat dus op het kanaal van DeepMove. Ik zal hem wel even in de beschrijving zetten. Veel links in de beschrijving, maar het is zeker checken waard. En daar had ik in verteld dus dat ik bij het netwerk van DeepMove zat. En wat mijn ervaring ermee was en hoe ik bij DeepMove ben gekomen. Ja, true. En dan volgende... Kijk hem. Ja, de channel heen. Zeker. Dus die link zit ik in de beschrijving. In ieder geval, dit is dus de contactpersoon. Kan ik het zeggen? Mijn contactpersoon voor DeepMove. En, er zijn er meerdere, maar... Ja, er zijn er meerdere, maar dit is mijn contactpersoon. En hij heeft altijd... Hij reageert altijd zo snel. Ik heb hem ook op Skype. En ik denk, hoe kan ik je nou het best bedanken? En ik denk, dat is gewoon voor 10.000 of meer kijkers van in de dag. Dankjewel, Jen. Voor in ieder geval alle moeite die je al hebt gedaan. En voor het helpen van alle YouTubers. Ik vind het super vet netwerk. Zeker weten. Zo'n dag als dit is awesome. Dankjewel. Graag gedaan. Nog een keer. Woehoe! Oh shit, wat krijgen we nou? Er is hier iets gaande, jongens. Neem jullie mee. Ik ga iemand betrappen. Harry! Maar kijk, er gebeurt hier iets veel interessanter. Oh, sorry. Ik stoot de fotograaf aan. Er zijn hier ook twee dames en daar had ik het zo net al over van de FIM. En die zitten nu even aan het poseren. Zeg maar pindakaas! Ik weet niet of ze me horen, maar het is leuk. Het is leuk. Wat film je mij, jongen, Enno? Wat ga je me filmen, jongen? Precies verstopt achter de camera. Jullie kennen hem vast nog wel. Dit is Enno. Enno de cameraman. En hij... Fuck you! Hij kan niet stoppen met filmen. Maar jullie kennen hem vast nog wel. De cameraman van First and First. Zeker. Ik ben er weer. Ik vond het super tof. En sowieso, volgend jaar gaan we sowieso overheen. Maar jij was ook naar Gamescom geweest, toch? Ja. Ja, dat was nog veel verder. Dat was nog veel verder. Jongen, vergeleken met First Look. Gamescom vergeleken met First Look. Is First Look helemaal niks. Maar David heeft mij beloofd dat volgend jaar mee was. Ja, mega vet. Dus als jij dan ook een meegaat, dan gaan we wat leuke dingen weer doen. Ja, mega. Awesome! Top. Later. Wil je ook Pixelmon? Ja, oké, okay, ja. Oh ja, je hebt wel een wild fan van. Ja. Ja, heb je? Top. Ja, dankjewel. Godverdomme, en zo, ik ben bezig. Hallo. Ik wilde weggaan. Hoe awkward. Ja. Is haar goed? Mijn haar, mijn pet zit goed. Ze is pet goed. Ja. Dit nog zo. What the fuck? What the fuck? Perception. Oh yeah. Oh fuck, nee, mijn haar zit echt niet goed. Ja, ik ga hem ook zo doen. Ja. Game. Oké, okay, cool. We zijn er klaar voor. Nou. Dit gooi ik ook gewoon in de vlog, maakt niet uit. Nee. In ieder geval, ik ben er nog steeds. Ik sta op het punt om weg te gaan. Maar ik heb je eigenlijk helemaal niet gesproken. Ga je mee eten met de hele groep?
Waar gaan we? Geen idee. Ik denk dat we ergens pizza gaan eten met Donald en Project Minecraft en in mei. Ik zou heel graag willen, maar ze zitten op mij te wachten. Ik heb namelijk de auto van de ouders van een vriendin bij me. Dus ja, dan kan ik niet zomaar... Dat kun je niet maken. Nee, dat is echt zo'n minibusje zo dat. En dan zit ik dan in mijn eentje, echt 20 jaar, zo in zo'n vette familieauto, weet je wel. Zie je dat voor je. Wat vond je van vandaag? Ik vond vandaag vet. Ja? Ik heb, en dat had ik niet verwacht, maar ik heb nog wat ideeën en wat samenwerking met andere YouTubers die ik heb afgesproken. Oké. Okay. Dus daar ben ik wel enthousiast voor. En jij, wat vind jij van zo dan? Want, en ik, dat was het ook van, sowieso ken ik al persoonlijk, maar ik dacht, moet je sowieso in de vlog hebben. Want je bent wel de grootste gamer van Nederland. Ja. En je hebt sowieso ook hier een naam dat iedereen je kent. Ja. En natuurlijk zijn er ook wel andere mensen die hebben veel abonnees, maar niet iedereen van DiviMove kent. Maar jij bent gewoon iemand die iedereen... Ja, ik denk dat de meeste DiviMove partners mij wel kennen, ook al hebben ze een tractorkanaal of een wat dan ook. Ja, precies, dat ja. Maar goed, over jouw vraag, wat ik vond leuk. Ik hou van community dingen, gatherings en zo en dit soort dingetjes. En DDG-parties, dat is gewoon fuck. Ja, je bent sowieso... Gezellig? Ja, tenminste hoe ik het ken, je bent sowieso een persoon die graag wil samenwerken. Die graag andere mensen... Sterker nog, DDG is er groter geworden. Ja, maar door samenwerken. Door dope samenwerking. Dope. Ja, ik kan het niet doen, bij mij staat dat er niet op. Maar Obi of zo. Maar in ieder geval klopt. En ja, zo heet dat. Maar ja. In ieder geval... dat is het ook gewoon, en als ik, wacht ik geef zo, anders krijg ik last van arm. Dat als YouTubers goed zijn, en je ziet dat, dan wil je ze ook een kans geven. Ja, dan komen ze bij DHD of DDG uit. Ja, zwaar. En dat vind ik heel erg vet, en dat is ook denk ik belangrijk. En daarvoor is deze dag ook weer, omdat wij te bevestigen dat het gewoon heel belangrijk is om samen te werken. Ja, en ook next level, hè, want we hebben dingen gezien, crossovers met tv, die mensen waren hier van Veronica en zo. En productiemaatschappijen, leuke merken natuurlijk. Maar dus dat maakt het gewoon heel tof. Heb jij er nog wat goeds uit gehad? Leuk. Ja. Wat positief. Ja, DDG komt op tv. Meer kan ik niet vertellen. Oh shit. Maar het is al best wel exclusief dat ze dat nu weten, denk ik. Ja, ah, ja, fuck it. Fuck, vet. Ik ben benieuwd. Ja. Welk zender? Nederland 1? Nee. Oké. Nederland 1. Wat moet DDG op Nederland 1? Ja, ik kom op Discovery Channel. Op de Power Witteman. In ieder geval, tof je hebt gesproken. Ja, geen probleem. En we spreken elkaar. Ja, oh, nee, ik doe al de hele tijd high five. High five. Later. Word. En toen was ik alweer thuis. De terugweg heb ik ook al een tijdje over gedaan. Want Amsterdam, om daar auto te rijden, s'avonds, terwijl je er nooit komt. En soms gaf de tom aan dat ik rechtsaf moest, terwijl je fucking geen eens rechts kon. Dus dat was een beetje raar. Maar ik heb het gehaald en we hebben ook alweer gegeten. Het was fucking lekker. Ik zit helemaal vol. En ik ben moe. Het was een gezellig dagje. Ik heb echt veel YouTubers weer gezien. Het was super gaaf om even bij te praten. Aardig wat kende ik al, dus dat was een gezellige boel. Ik ga met een paar YouTubers dus binnenkort samenwerken. Dat was ik sowieso al van plan, maar dit is dus eigenlijk zeg maar weer even een bevestiging van we moeten het echt doen. Want soms spreek je wel eens wat af en dan gaat er gewoon tijd overheen en dan komt het er niet van. Maar dat ga ik nu dus zeker weten wel doen. Dus dat zien jullie allemaal vanzelf wel. Ik vond het een geslaagd dagje. Hopelijk vonden jullie het weer een leuke vlog. Vergeet niet het groene duimpje als je het nog niet hebt gedaan. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie morgen weer om 4 uur. Nog een prettige dag. Of nee, dat klinkt altijd zo journaalachtig. Nog een prettige dag. Ik bedoel, knol, power. Cool.